We gaan praten over de zomer en dan vooral of Schiphol klaar is voor al die mensen die straks in de zomer op vakantie willen. En zijn ze voorbereid? Daar moeten we wel van uitgaan. Kijk, de meivakantie is ook een hele drukke periode op Schiphol. Dat ging goed. Ja, dat was een beetje een lakmoesproef, maar dat ging goed. Ze hebben ook heel veel extra mensen aangenomen bij de securityafdelingen. En daar zat met name de bottleneck. Mm-hmm. Maar je moet er wel rekening mee houden dat in de meivakantie wij toch nog een beetje met de rem erop vlogen. Want alle airlines moesten daar wel wat teruggaan in capaciteit. Ja, dat van de zomer gaat dat niet. Maar goed, ze hebben voldoende tijd gehad nu om zich daarop voor te bereiden. En wij hebben vertrouwen in. Maar hoe zijn jullie daar zo zeker van dat dat in de zomer dan niet zo zal zijn? Want Arjan Kers, TUI-topman, zei afgelopen week bij Sven Kokkelman, ja. Sven op 1 op de radio, zei hij ook, we zijn er helemaal klaar voor en we verwachten geen chaos. Maar als je kijkt naar het aantal vliegtuigen dat in de reparatie zit, en gewoon niet kan vliegen. Hoe zijn jullie er dan zo zeker van dat alle vluchten straks door kunnen gaan in de zomer? Ik kan alleen maar spreken over onze eigen vluchten natuurlijk. En ja, in de reisdienst, dat is altijd wel ergens een beetje chaos. Nou, we hebben Schiphol, zien we nu aankomen. Schiphol ziet het aankomen. Is iedereen goed op voorbereid? Waar je het over hebt, al die vluchten die gecanceld worden. Nou, dat is een Transavia-probleem, dus niet van de hele reiswereld. We hebben wel heel veel mensen hebben daar last van. Dus ja, er kan altijd wat gebeuren, maar het hoeft niet. Kijk, iedereen is voorbereid. En als je één ding weet als je in de reisbranche werkt, is dat je flexibel moet zijn en op alles voorbereid. Ja. Van vulkanen die ontploffen tot aardbevingen en wat dan ook. Maar dit gaat dan over de vloot. Kunnen vliegtuigen straks opstijgen? Maar het probleem was natuurlijk vooral vorige zomer het aantal beveiligingsmensen die er niet waren, bagageafhandelaars, krapt op de arbeidsmarkt. Hoe is dat dan nu opgelost? Schiphol heeft heel veel extra mensen aangetrokken. Mm-hmm. En wij hebben zelf ook met onze eigen afhandelaar een plan B, plan C en plan D verzonnen. Om er in ieder geval op voorbereid te zijn dat als er ergens iets uitvalt, dat je daar direct op in kan staan. Ja, je zei net, heel veel mensen hebben er last van dat Transavia gebrekkig vliegt. Jullie natuurlijk ook. Ik kreeg denk ik heel veel telefoontjes toch van mensen. Gaat mijn vakantie überhaupt door? Betekent dat ook dat de telefoon echt rood gloeiend staat vanwege, of met dank aan, Transavia? Helaas wel. Ja. We bieden natuurlijk met name vakanties aan met onze eigen vloot. Maar ook heel veel met Transavia. Die vliegen naar bestemmingen waar wij zelf niet heen gaan. Steden bijvoorbeeld. En mensen zijn nu heel onzeker. Het is echt het gesprek van de dag. Ik zat op een congres van de week. En hoorde ik ook om mij heen allemaal mensen. Staat jouw vlucht nog in de app? En gaat die door? Dus het echt een hoop mensen worden daar getroffen. Maar toch kun je niet zo, denk ik, als reisorganisatie toch niet zo heel veel doen voor die mensen. Behalve, waarmee kun je ze geruststellen? Kun je ze überhaupt kalmeren? Want jullie zijn ook weer afhankelijk. Je zit in de afhankelijkheid. Ja, wij zijn afhankelijk van wat Transavia met die vluchten doet. Maar goed, jij gaat dat vliegtuig niet besturen. Maar ze zouden 16 mei duidelijkheid geven. Ja. Is dat gebeurd inmiddels? Ja, ze hebben in zoverre duidelijkheid gegeven dat er nog steeds een heel aantal vluchten uitgaan. Alleen nu weten we dat verder van tevoren. Ja. Want het is ook voorgekomen dat mensen bijna al in de slurf stonden en toen werd de vlucht nog gedaan. Ja, een last minute vakantie boeken is leuk, maar last minute te horen krijgen dat je niet op vakantie gaat. Nee, dat is minder leuk. Ja. Dus nu weten we het eerder van tevoren, dus je kan beter zorgen voor een alternatieve vlucht. Ja, we hebben twee...